Yo, what's up? Mijn naam is Milan Knol. Ik ben, dit is YouTube. Vandaag ga ik livestreamen en ga ik 50 euro weggeven. Mensen van de chat die live meekijken, die sturen video's in via een dingetje dat ze typen. En dan link je erbij en dan, bam, ga ik het zien. Gaat het iemand lukken in de chat om mij te laten lachen? Krijgen ze 50 euro? Ik paypal die shit gewoon meteen, instant. Gaat het ze niet lukken? Haha, oh, ik lach. Shit. Ik paypal mezelf wel. Dat is echt ook een oud deze, joh. Fuck! Fuck! Wou niet lachen! Waarom lach ik bij dit? De domste shit ooit! Een pufferfish met een fucking wortel in zijn bek. Wat is dat voor doms? Maar dat kwam door... dat kwam door dat geluidje dan... Dat kwam door dit. Dat is gewoon een kutgeluid. Als je dat hoort, dan ga je gewoon instant lachen. Ik haat jou. Ik haat jou. X-Botman. Ik haat jou. Ben je nog in de chat? Zo ja. Zuig mijn bal. In-game. You can you do you want you can do so you do you can you want him to do you so much you can do anything. Nee. Dat heb ik niet. Ik haat kinderen, man. Die is oud, bro. Wow. Je bent 12 dat je dit instuurt. Hey, Pooh. How are you? They took my fucking eyes. Hey, Pooh. Deze video wordt gesponsord door Hunt Royale. En Hunt Royale is een app op je iOS of je Android die je gratis kan spelen. Maar met meer dan 3 miljoen downloads moet dit wel een goede game zijn, toch? Ik ga je uitleggen waarom. Zoals je ziet heb ik op dit moment de Wizard als poppetje. En als ik naar linksonder jagers ga, dan klik ik weer op haar en dan upgrade ik haar even. Zodat ik de permanente vaardigheden van haar kan aanpassen. En dan heb je verschillende vaardigheden die jij kan unlocken bij je poppetje. Dit kun je allemaal vinden in van die chests. Maar nu heb je nog steeds niet gezien wat de game zelf is. Ik klik op wijzig modus, wat nu op jacht staat. Mijn favoriete game mode is ook eigenlijk jacht. Maar laten we eens een keer een baas gaan jagen. Laten we daarop gaan klikken. En laten we op zoek gaan naar spelers. En even met deze Frozen Queen iedereen helemaal dat doen. Je beweegt heel simpel met je vinger gewoon over het beeld heen. Loopt op het poppetje. En dan als hij in bereik staat, dan kan je hem damagen zoals je nu ziet. Pauw. Pauw. Oh, 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 oh. Nice, dat ging goed. Uiteraard, na iedere game krijg je trophies en kun je een beloning openen met een kist. De kist die kan je dan openen en er zit dan in dit geval goud in. Oh, 8 kaarten voor de Frozen Queen, zodat ik die kan upgraden. Upgraden, zei ik dat nou? Ik bedoel, upgraden. En dan mag ik van Hunt Royale niet alleen het geld weggeven wat ik vandaag in deze aflevering heb gedaan, maar ook een hero weggeven, namelijk Zeus. 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 Ik heb gewonnen! Ik heb nog nooit de PvP gewonnen. Waar wacht je op? Check de link in de beschrijving. Doe dat. Bedankt voor het sponsoren van deze video. Hunt Royale. How are you? They took my fucking eyes. Oh, sorry, dat vind ik heel grappig. Dat vind ik echt heel grappig. Hey Pooh, how are you? Van de inzoomen op zijn ogen. They took my fucking eyes. Oh, die vond ik heel goed. Het geheime recept van Jacques en Ricky van Iersel. Ze zijn beroemd hier vanwege de zelfgemaakte mayonaise. Dat klopt. Wij komen ook uit Noord, dus wij komen speciaal hier voor de mayonaise en de friet. Ik moet zeggen, ik ben een redelijke expert op het gebied van mayonaise, maar de mayonaise hier is werkelijk heel geweldig. Hij proeft heel degelijk, heel een beetje ouderwets, een beetje nostalgisch ook. Hè? En heel vol, hij is heel vol. Dus wat dat betreft hoop ik dat het recept doorgegeven wordt. Maar hoe maak ik die mayonaise? Ik zei extra mayonaise. Ik had die niet verwacht. Hij is zeer goed. Ik voelde een tinteling in mijn lachspier. Maar er kwam niks los. Ok, ok. Ze kan niet wachten. Hier komt Bappy Kraft. Dank je. Wie? Hoi allemaal. Ik zeg hoi allemaal. Waarom is ze gestopt met filmen? Wat is dat voor onzin, man?
Hoezo stop je op het leukste moment? Wat een klote filmpje. Ik wil meer. Dit was fantastisch. Je had me bijna. Ik dacht, ja, ze valt. Met een bek vol in het water. Je overleeft dat. Het is lachen. Ze is oud. Ze heeft vast een pacemaker die de kortsluiting krijgt. Of een neppe heup met roest. Maar boeit. Het gaat om even de plezier wat wij hebben, hè, op stream nu. En dat is er nu niet. Wat jammer. Hier nu en wat loopt daar? Een pelikaan. Bijna. En ik geef ze verwarming kopstoot. Die was wel leuk. Die was goed. How many genders are there? I don't know. I just got here. Heel goed antwoord. What? Waarom kwam ik daar nooit op? Slow down, minion. If you drink too fast, you get a bellyache. What the f... What the f... What keek ik? Die was wel leuk. Bijna had je me. Bijna had je me. Shrek is live, man. Ik doe mee met het spelletje De Scheek van de Week. Oké. Okay. Ik nomineer Hans, Linda en Paul. Oké. Okay. Succes. Dank je. En je weet ook gewoon dat die guy gewoon zich omdraait en gewoon dat doet. Maar toch... Man, oh man. Ik moet zeggen, het is een legendarisch filmpje. Deze is sterk, deze is goed gevonden. Chill on demand. Place your beverage inside. Close the lid. Select your settings on the touchpad and hit start. Speed. The Cooper Cooler automatically stops when your beverage is ready to drink. It's that simple. You can keep chilling more beverages. Chill wines to 68 degrees Fahrenheit in 1 minute, 53 degrees in 3.5 Speed. Minutes, or 43 degrees in 6 minutes. Speed. Are you worried that spinning may agitate your delicate wine? Use the spin option. Heel sterk. Heel sterk. Lol. 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 Geniaal bedacht. Oh my god, lol. Die is sterk. Die is goed. Die is goed. Nou ja, tot zover. Hey, ik hoop dat je de video leuk vond op YouTube. En ik heb dit bedrag verloren. Wauw, wat kut. Wil je er ook een keer bij zijn? Check de beschrijving of ga naar twitch.tv/MilanKnol. En sterker nog, ik ga het gewoon nog een keer doen. 8 juli. 8 uur. Begrepen? En stuur dan even wel goede filmpjes in.
En dan ga ik wel lachen en dan word je wel rijk. Doei!